Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga voor 12 tekens kaarten trekken. En ik ga dat op een andere manier doen dan anders. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga uit dit deck een kaart halen voor de tekens. Ik ga uit dit deck een kaart halen. En ik ga uit de Tea Leaves een kaart halen en ik wil hem afsluiten met de wijsheid van het orakel. Dan gaan we het zo doen. Ik ga eerst de kaarten schudden en ze neerleggen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga weer heel goed schudden. Zo, kan niet beter. En die ga ik hier neerleggen. Oh, ze zijn een beetje stug. Het is echt een hele intuïtieve legging. Dat is één. Oh. De wijsheid van het orakel wil ik erbij. Oh, deze moeten er ook nog bij. De wijsheid van het orakel. Ik hoop dat het allemaal op de camera past. Ik ga zo even kijken. Deze moet weg en die moet weg. Zo. Ik kan het ietsjes groter maken nog. De wijsheid van het orakel. En dan heb ik hier de tea leaves. Wauw, fantastische kaartjes. Dat zijn er te veel voor op de tafel. Zo doen we het. Kijk eens jongens, dit is echt fantastisch. Ik ben heel erg benieuwd. Deze laat ik weg, want ik trek liever 2 kaarten van de Tea Leaves. Dus voor iedereen 4 kaarten. Ik ga heel even kijken of dit goed ligt. Ik kan beter deze hier erbij leggen. Er is nog wat ruimte. Ik heb ze allemaal geschud. Dat hebben jullie gezien. Deze zijn ook geschud. Zo, en ik ga het intuïtief doen. Oh, ik zie het al. Dit waren natuurlijk de tekens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan moet dit er nog één zijn. 11 en 12. Die had ik al losgelegd. Vandaar. Ik dacht al, ik vergis me toch niet. Oké. Dit zijn de kaartendeks. Deze kan even weg. Zo. Ik heb hier de tekens, die ga ik schudden en ik ga echt willekeurig, intuïtief de kaarten af zoals ze mij worden gegeven. Ik schud ze en ik leg ze nu hier op een stapeltje en daar ga ik beginnen. Ik ben heel erg benieuwd. De ram! Hallo Ram, je bent toevallig ook de eerste in de volgorde van de tekens, maar dat is toeval. De Ram, ik ga kijken voor je Ram, ik ga intuïtief mijn gevoel volgen. Deze moet eruit. Deze, ik pak 2 van die, 1 van die en 2 tea leaves. Dat ga ik doen. Deze moet eruit. Ik ben heel benieuwd, wat is er voor de Ram? Wat heb ik voor de ram? Wat moet de ram weten? Deze moet de ram weten. Oeh, de tijd, de klok tikt. Oeh. 2 tea leaves. Ik ga kijken. Het is wel heel bijzonder. De wijsheid van het orakel geeft aan
dat de klok tikt. En hier is er ook een ronding waarop getikt wordt, waarop gegongd wordt. Ik heb het gevoel dat er hier een ram is die te maken heeft met een deadline. Zenuwachtig, je krijgt een uitslag van iets. Er is een datum waar je naartoe leeft. Je bent op het goede pad, lieve ram. Ja, op bepaalde gebieden zit je helemaal goed, maar je hebt nog wel wat te doen. En het heeft te maken met een stukje stress. Er is een stukje stress voor jou. Je bent zelf bijna een tikkende tijdbom. Omdat je ergens op eieren loopt. Je loopt op eieren. Je wacht op een antwoord. Je zit te wachten op een uitkomst. En je wil weten wanneer je, zeg maar, wanneer de kogel door de kerk komt. Je bent zenuwachtig. Het is je ziet het als een opwindende gebeurtenis. En ik zie wat er ligt, lieve ram. Het heeft te maken met liefde. Je zit te wachten op een antwoord. Je zit te wachten op een hopelijk wederzijdsheid in liefde. Maar er is hier iets wat niet beantwoord wordt. Er is hier iets wat niet beantwoord wordt. En het kan heel goed zijn dat het vice versa is. Dat jij degene bent die het een ander nog gaat vertellen. Het heeft ook te maken met een tijdspad van een half jaar. Het kan zijn dat er hier een affaire is begonnen een half jaar geleden. En dat jullie het samen hebben uitgezocht. Van nou, hè, aan elkaar snuffelen, kijken wat het wordt, elkaar beter leren kennen. En dat je het gewoon niet voelt. Ja, ik heb het gevoel dat het de ram is die hier de liefde niet voelt en het een ander mag gaan vertellen. Maar je bent zenuwachtig. Je bent zenuwachtig, want je wil de ander niet kwetsen. Maar je weet eigenlijk letterlijk, hè, het uur u is geslagen. Ben je 30 misschien? Je weet dat je diegene antwoord moet geven en dat je diegene niet meer aan het lijntje kunt houden. Dat wil je ook helemaal niet. Maar de tijd vordert. En de tijd nadert, want het is al een half jaar aan de gang. Er is hier een ram die een half jaar geleden iets is begonnen met iemand, man of vrouw. En je bent goed bezig. Deze kaart geeft ook aan dat je vertrouwen kunt hebben, omdat eerlijkheid het langste duurt, lieve ram. Ja, je bent goed bezig. Ik heb het gevoel dat deze kaart hier ook ligt om jou te vertellen. Los van het feit dat je niet bang hoeft te zijn, want eerlijkheid duurt het langst, dan nog kan die ander het verkeerd oppakken. Maar je hebt het wel eens anders gedaan in je leven. Misschien heb je het soms gewoon dood laten bloeden. Ben je iemand gaan negeren in de hoop dat iemand het zelf wel begrepen had, de boodschap. Maar je weet, je wordt hier ook gesteund door die kaart. Je bent goed bezig op dit vlak. Je bent aan het leren. Het is ook een stukje volwassen worden in gewoon een gesprek aangaan met iemand. En zeker na dat half jaar. Dit ligt er niet voor niks. Dit wil het ook aangeven. Het is best wel een relatie geweest, ook al is het van korte duur. Maar je voelt het niet. Je voelt het niet, lieve ram. Je voelt het niet. Ik heb echt het gevoel dat jij degene bent die het niet voelt. Maar nogmaals, er kunnen ook rammen zijn die de boodschap te horen krijgen. Ik ga door naar de volgende, want anders dan blijft het te lang. Dan wordt de reading te lang. Het is een hele pittige voor de ram. Ik ga naar de schorpioen. Schorpioen, wat is er voor jou? Wat is er voor jou? Deze moet eruit. En ik voel dat ik hier moet zijn voor de schorpioen. Welke wijsheid van het orakel moet erbij? Dat is deze, zielsverwante. Wauw. Deze moet eruit. En deze moet eruit. Ik begin bij de rondjes in dit geval. Er komt een verandering, een positieve omslag. Er komt een positieve omslag. En je krijgt een meevaller. Dit zijn fantastische kaarten. Een positieve omslag.
Er is hier een schorpioen die financieel het best wel krap heeft, maar er komt een meevaller. Er komt een positieve omslag. Het gaat zich ten goede keren. En er is hier een zielsverwant in jouw energie. Ik ben benieuwd. En er komt een einde aan iets. Oeh, er komt een einde aan een financiële stress. Er komt een einde aan financiële stress. Je krijgt een meevaller en daardoor kun je de boel weer op de rails zetten. Ah, ik voel gewoon de rust die over je heen komt. Dat je op dat punt geen zorgen hoeft te maken. En je hebt te maken met een zielsverwant. Die kan 41 zijn. Ben jij misschien 41? Dat hoeft niet. En er is sprake van een obsessie. Er is sprake van een obsessie. Ik heb het gevoel dat er hier iemand in de energie zit. Jijzelf, schorpioen, of iemand anders. Die er echt van overtuigd is dat er sprake is van zielsverwantschap. Daarom was ik ook zo blij toen ik deze kaart zag. En ik vind het ook een hele mooie kaart. Maar iemand die misschien er te van overtuigd is dat het zielsverwantschap is. Ik hoor de ander roepen van nee, dat is niet zo. Ik lijk helemaal niet op jou. Hoe kom je erbij? Het gaat hier over verliefdheid, obsessie. Er is hier iemand die obsessief de ander wil overtuigen van het feit, wij moeten echt bij elkaar zijn, want wij zijn soulmates. Wij zijn voor elkaar gemaakt en wij horen bij elkaar. Het kan heel goed zijn dat dat ook voor een deel van de schorpioenen is waar een einde aan gaat komen. Een einde aan het drammen, het einde aan het overtuigen van de ander. Als de ander het niet voelt, dan kom je niet in je eentje verder. Er komt een einde aan iets en ik heb het gevoel dat het voor een deel van de schorpioenen te maken heeft met een meevaller, waardoor je financiële leven weer eigenlijk wordt gered. Je kunt de gaten gaan vullen, je bent weer kiet. En er is een andere deel schorpioenen die te maken heeft met een jaloerse obsessie. Iemand die zo graag wil laten zien, wij horen bij elkaar. Oké, we gaan door. We gaan door. Ik ben heel erg benieuwd. De tweelingen, wat is er voor jullie? Wat is er voor jullie tweelingen? Ik moet deze kaart en deze moet ik ook hebben. Die kwam er zo achteraan, zag je het? En ik moet deze hebben. Tweesprong, tweelingen op een tweesprong. Tweelingen kunnen ook wel eens heel gesplitst zijn in hun denken. Deze moet ik hebben en ik wil deze hebben. Een flute, teleurstelling in een vriend of een liefde. Je bent teleurgesteld, teleurstelling. En er is een aaneenschakeling van gebeurtenissen wat een enorme impact heeft op je leven. Het kan zijn, lieve tweelingen, dat je toch teleurstelling op teleurstelling ervaart in de komende periode. Niet alleen van een liefdespartner, maar ook van een vriend of een zus of een broer. Misschien wel een collega. Het lijkt wel alsof je eventjes niet meer bent aangehaakt, omdat je niet begrijpt waarom het zoveel voorkomt. Je verwacht waarschijnlijk te veel van mensen. Je zit in de verwachtingen, je zit in de hoop. Maar is het geen valse hoop? Je staat op een tweesprong. Dit heeft ook te maken met welke kant ga ik op? Met wie ga ik om? Wie laat ik achter me? Ik ben heel erg benieuwd. Er ligt veel in deze reading. Oeh, groot rood hart. Maar er zit wel een randje aan. Dit heeft ook te maken met die teleurstelling. Lieve tweelingen, het is ongelooflijk wat hier ligt. Er is hier in de wijsheid van het orakel, die geeft de kaart van de tweesprong aan. En dat heeft te maken met het oude en het nieuwe. Je staat met één been daar en je blijft nog met één been achter. Je hebt twijfel, je wil het en je wil het niet. Je zit in een soort conflict met jezelf, maar je leven gaat veranderen. Ben je midden 50 misschien? Je leven gaat veranderen. En dat heeft te maken met een sprong die jij gaat maken naar jezelf. Je wordt zo teleurgesteld door mensen. En er is hier geen oordeel aan wie het ligt. Maar je begint op een of andere manier door je eigen, door het conflictueuze in jezelf, begin je te twijfelen aan jezelf.
Van waar sta ik eigenlijk? En hoe komt het dat er zoveel mensen zijn waarin ik teleurgesteld ben? Ik moet mijn verwachtingen bijstellen. Misschien moet ik niks meer verwachten. Ja, je draagt mensen een warm hart toe. Maar je hebt toch ergens begin jezelf ook een randje te krijgen. Een twijfel. Je hart is ergens beschadigd. En je wil het eigenlijk wil je het half gaan sluiten. Omdat je te veel teleurstellingen krijgt. Het lijkt wel alsof je opnieuw wil beginnen. Je leven gaat veranderen. Ik denk dat je een conclusie hieruit trekt. En dat je ook wel in staat bent om het bij jezelf te zoeken. Van wat doe ik verkeerd? Ik verwacht te veel. Ik verwacht te veel. En daarom word ik teleurgesteld. We gaan naar de volgende. De leeuw. Hallo leeuw. Ho, wat kijk je weer boos. Leeuw. Ik ga voor jou naar de kristallen. Oeh, ik laat hem nog eventjes dicht natuurlijk. We gaan naar deze kaart. Ik ben heel erg benieuwd. Ik weet meteen welke ik voor jou moet hebben. Herstellen. Ben je 52? Herstellen. En ik wil deze voor jou. En ik moet deze hebben. Die stak net uit. Ik begin bij de tea leaves. Oeh, een eerlijke vrouw. Je gaat in je energie, nee ik zeg het verkeerd, je gaat iemand tegenkomen in je energie. Iemand die in jouw energie gaat zitten en dat is een eerlijke, oprechte vrouw met blond, grijs of wit haar. Misschien ben je het zelf, lieve leeuw. Misschien ben je het zelf wel. Ik ga kijken wat de rest van de kaarten ligt. Deze vrouw, dit is fijn. Het kan ook zijn dat je vindt dat je het met jezelf heel goed getroffen hebt. Ik ga kijken, kijk eens. Wealth, er is rijkdom, er is overvloed. Je hebt het goed, je hebt het goed. Er is iemand in jouw energie die moet herstellen van iets. We gaan kijken, moet je ergens van bijkomen? Er is iemand die gaat niet veranderen. En je hebt je gevoel genegeerd. Lieve leeuw, ik zie het al. Je bent teleurgesteld. Je moet bijkomen van... Eigenlijk van een hele harde les. Je hebt je gevoel genegeerd bij iets waar je zo ongelooflijk veel zin in had. Waar je zo ontzettend naar verlangde. En het is op niks uitgelopen. Het is op niks uitgelopen en je had het kunnen weten. En je wil jezelf wel voor je kop slaan dat je niet eerder bent gestopt. Diegene gaat niet veranderen en daar ben je achter gekomen, maar je hebt wel een tijdje verloren. Je hebt er te lang in gezeten, waardoor je eigenlijk verknocht bent geraakt. En je moet er van bijkomen. Wie is deze vrouw? Het kan heel goed zijn dat jij zelf deze vrouw bent. Ik heb dat gevoel. Jij hebt eerlijk in de wedstrijd gezeten. Je hebt oprecht gehandeld en op een of andere manier heb je toch... Zo je zinnen gezet op die ander of op iets anders. Ik denk dat het te maken heeft met een persoon. Dat je daar van bij moet komen. Ga maar lekker herstellen, leeuw. Het is niet erg. Het komt weer goed met jou. Oké, we gaan naar de volgende. De Capricorn, de steenbok. Wat is er voor de steenbok? Deze moet eruit. En deze stapel... De kaart kan zich niet verstoppen. Ik heb je toch nodig. Deze moet eruit. Ik ben heel benieuwd. Cadeautjes geven en ontvangen. Even kijken. Er liggen hier zoveel kaartjes. Deze moet ik hebben voor de steenbok. En deze moet ik hebben. Wishbone. Er gaat een wens in vervulling. Dit heeft ook te maken met geven en ontvangen. Wauw, en er komt een jongere man in je leven. In ieder geval iemand die jonger is dan jij. Het is absoluut een man. Ik ben heel erg benieuwd. Het is een man die in jouw energie komt. En dat kan zijn in een relatievorm. Een relatie op je werk of in de liefde. Er komt iemand waar jij mee te dealen hebt. Het is een man met donker haar... En diegene is jonger dan jij. Ik weet niet of jij een man of een vrouw bent. Er gaat een wens in vervulling. Kan heel goed zijn dat jij een oogje hebt op deze persoon. En dan wordt het cadeautjes geven en ontvangen. Ik ben heel benieuwd. Kijk nou eens.
Het is tijd voor een time-out, lieve steenbok. En heeft diegene waar jij een oog op hebt toevallig in de initialen een T? Kijk nou eens. Let op je dromen. Ik wou eigenlijk zeggen, ja, er gaat een wens in vervulling. Misschien droom je ook wel over die wens in een andere vorm. Misschien komt er wel een donkerharige jonge man in die dromen voor. Let daar maar op, let daar maar op. Het heeft te maken met geven en nemen. Ik denk dat er hier twee mensen zijn die heel lief voor elkaar gaan zijn. Maar het is ook tijd voor een time-out. Misschien dat je te veel je aan het focussen bent op die wens. Van ik wil het, ik wil het, ik wil het. Laat het maar gebeuren, steenbok. Oké, we gaan naar de volgende. De weegschaal. Hallo weegschaal. Ik ga voor jou twee kaarten pakken. Deze wil ik hebben. En intuïtief pak ik deze. En ik wil hier naartoe voor de wijsheid van het orakel. Vrede. Vrede. Rust in jezelf. In balans zijn. Dat is wat ik voel. Dat is mijn eerste gedachte. Deze moet eruit. En deze moet eruit. Mountain. Je hebt een uitdaging. Je hebt een uitdaging waar je nog over na zit te denken hoe je die uitdaging gaat aanvliegen. Ga je rechtdoor? Ga je rechtsaf? Ga je linksaf? Ga je linksom? Rechtsom? Hoe ga je die uitdaging aan? Je bent je aan het bezinnen. En die uitdaging heeft te maken met de verleiding die om de hoek ligt. Er is iets waar je zo ongelooflijk zwak voor bent, in je vlees en in je bloed. Er ligt een verleiding op de loer en uit de test zal blijken of jij die uitdaging op een goede manier weet aan te gaan. Want die verleiding is voor jou een uitdaging. Er is hier een weegschaal die weet precies wat ik bedoel. Je wil eigenlijk niet, je wil de verleiding weerstaan, maar de verleiding is zo ongelooflijk groot. Ik ben heel erg benieuwd hoe je daarmee omgaat. Want wat jij wil, is rust. Je wil rust en je wil geen gedoe. En de verleiding die op de loer ligt, heeft te maken met reuring en spanning, excitement, opwinding. Want je weet het al, het heeft te maken met een man of een vrouw. Er komt een verandering in een woonsituatie. Het gaat hier om een ex. Het gaat hier om een ex. Er is hier een weegschaal. Ja, jij bent de ex of die ander is de ex. Ik denk dat die ander de ex is. En die probeert misschien weer toch een voet tussen de deur te krijgen. En het is zo verleidelijk om hem of haar weer binnen te halen. Maar je weet ook meteen waarom het uit is gegaan. Waarom het destijds gebroken is. Ah, je wil rust. Dat was je doel. Je wil rust en vrede. En met die persoon in jou is het geen vrede. Het is gedoe, het is discussie, het is gesprekken. Het is vermoeiend. Ongelooflijk. Ongelooflijk wat hier ligt. Nou, weegschaal. Succes. Ik ga naar de vissen. Hallo, vissen. Ik ga eventjes kijken welke kaart ik voor jullie moet hebben. Deze moet ik hebben. En ik ga deze even zo leggen. Dat moet ik gewoon in een rijtje leggen. Ik moet deze hebben voor de vissen. En ik moet deze hebben. Hier en nu. Hier en nu. In het hier en nu. Ik ben heel erg benieuwd. Deze kaart wil ik hebben. En ik moet deze hebben voor de vissen. Ik begin met deze. Well, family wishes come true. Oké. Je ziet hier een wensput. Er gaan wensen in vervulling. Familiewensen, family matters. Kan heel goed zijn dat je in een gezin zit. Dat jij de vissen bent. Of dat je man of je vrouw een vissen is. Of een van de kinderen. Maar er is hier in ieder geval iets wat... Er gaat een wens in vervulling die de hele familie aangaat. You will be taken care of in difficult times.
Er wordt voor je gezorgd. Lieve vissen, er wordt voor je gezorgd. Het kan heel goed zijn dat jij het helemaal niet eens bent met die wens. Het kan zijn dat je er anders over denkt. Ik weet het niet. Ik weet niet wat het is. Er wordt in ieder geval voor je gezorgd. Je hoeft niet bang te zijn dat je buiten de boot valt. Ik weet niet waarom ik het zeg. Alles wat er uit mijn mond komt hoort bij de reading. Ik zeg het tot vervelens toe. Hier en nu. Het is belangrijk dat je in het hier en nu bent. Je bent er met je gedachten niet helemaal bij. Het kan heel goed zijn dat er nog iets in die familie opgelost moet worden voordat die wens ook werkelijk gerealiseerd kan worden. Het gevoel van we doen maar net alsof we het niet weten. Er is iets voorgevallen, maar als we er niet over praten, dan is het er niet. Ik heb namelijk het idee dat het iets kan zijn met een vakantie of iets samen doen. Maar er is iets aan vooraf gegaan en dat zit je niet lekker. Ik ben heel benieuwd. Er is hier een drama queen. Ben jij dat, vissen? Sorry dat ik het moet zeggen. Maar er ligt hier iemand dwars in die wens van de familie. En het kan zijn dat je eigenlijk je hebt daar andere gedachten over. Kijk nou eens. Het lijkt, niets is wat het lijkt. Het is ongelooflijk wat ik net zei. We doen net alsof er niks aan de hand is. Het is een beetje het gevoel van het mooie weerspelen naar buiten. Terwijl er wel degelijk onderin die put modder ligt. Die nog eigenlijk uit die put moet voordat die wens in vervulling mag gaan. Er ligt drap, er ligt gedoe. En we doen net alsof het niet bestaat. Dat is precies deze kaart. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Lieve vissen, er is iemand in die omgeving van jou, of je bent het zelf, die absoluut een drama queen is in de zin van het er niet mee eens zijn dat het wordt toegedekt. Dat het wordt toegedekt terwijl er eerst nog wat besproken moet worden voordat die familiewens gerealiseerd gaat worden. Ik denk dat het te maken heeft met samen weggaan. Of misschien samen een investering doen in een boot of in een tweede huisje. De maagd. Hallo maagd. Ik moet deze voor jou hebben. En ik ga aan deze kant eentje pakken. Dat moet deze zijn. Deze, die ligt zo duidelijk naar voren. Oost, west, thuis, best voor de maagd. Ben je 50? Ga kijken. Deze moet eruit. En deze moet eruit. De eenhoorn. Gebruik je intuïtie. Gebruik je intuïtie om goede veranderingen door te voeren. Ik heb het gevoel dat de hier een maagd is die erg in zijn of haar hoofd zit. Dat je alles beredeneert en afweegt, wikt en weegt. Waardoor je eigenlijk altijd een beetje achter de muziek aanloopt. Als je intuïtief beslist, kun je sneller tot keuzes komen. Misschien heeft het wel te maken met gaan of blijven. Oost-west thuis best. Er is hier ook sprake van iemand die is heel erg aan huis gekluisterd. Als een heerlijke huismus. En deze kaart, a finger warning you of a problem, either now or in the near future. Er is voorzichtigheid geboden. Dit heeft ook te maken met dat het belangrijk is dat je intuïtie volgt, lieve maagd. Het kan zijn dat je anders verkeerde keuzes maakt. Vertrouw maar op je intuïtie. Er komt een boodschap en er is hier sprake van spirituele awakening. Ik denk dat je door deze kaart, dat je je intuïtie meer mag gebruiken om goede veranderingen door te gaan, dat dit jou ook bewust maakt en wakker maakt, dat je meer gaat kijken van ja, inderdaad, als ik er te lang over nadenk, dan kom ik ergens op terug, terwijl mijn eerste gedachte was goed. Ja, dit is heel belangrijk. Volg je intuïtie, vertrouw op je intuïtie, ga op jezelf af, blijf dicht bij huis. En dan bedoel ik in dit geval dicht bij jezelf, je eigen thuis zijn. En laat je niet afleiden door andere meningen. Er komt een boodschap op je pad
Dat heeft ook te maken met meteen acteren. Gebruik je intuïtie. Ik zeg het nog een keer. Dan ga ik naar de stier. Hallo stier. Ja, ik ga een kaart voor jou pakken. Ik moet deze hebben. En ik moet deze hebben. En ik wil de wijsheid van het orakel. Deze steekt er met kop en schouders bovenuit. Tot het uiterste gaan. Ben je 36? Of 63 misschien? Hoeft niet. Welke tealeaf heb ik nodig voor jou? Deze. En ik wil deze. Ik ben heel erg benieuwd. Carrière, het gaat om werk. Je bent met werk bezig. Ik ga kijken wat dat betekent. Period of prosperity and abundance. Er is overvloed. Ik denk dat je hard genoeg gewerkt hebt. Hard genoeg gewerkt in die zin dat je bureau wel even leeg mag zijn. Je bent tot het uiterste gegaan. Je hebt alles gegeven. Kan zijn, misschien ga je met vakantie of neem je een sabbatical. Of ga je met pensioen. 63, vervroegd pensioen. Je bureau is leeg. Het mag leeg en het is zo mooi, hè? Met een oude inktpot. Ik zou zeggen van, die veer is voor jou. Wauw, er is overvloed. Er is gespaard. Er is enorme, hoe zeg je dat? Er is zo hard gewerkt dat je eigenlijk binnen bent. Je zou niet meer hoeven werken. Ik heb het gevoel dat het hier tegen... kan best zijn een sabbatical, een pensioen. We gaan kijken. Geef iemand een kans. Er is iemand die geen verantwoordelijkheid wil. Maar er ligt tegelijkertijd dat je diegene een kans mag geven. Is het misschien je opvolger? Je bent tot het uiterste gegaan. Ja, en je gaat nog steeds tot het uiterste, want het ligt hier nog. Het is naar voren toe, de reading. Tot het uiterste gaan. Het lijkt wel alsof je je werk niet kan loslaten en dat de ander misschien nog net niet de kans krijgt om het helemaal over te nemen. En dat kan op alle niveaus in een organisatie zijn. Maar het kan ook zijn dat je misschien van vader op zoon of moeder op dochter of moeder op zoon een bedrijf over laat gaan. Ja, lieve stier. Het kan zijn dat er iemand in jouw omgeving is die dit meemaakt. Er is iemand die iets gaat die jou gaat vervangen of een opvolgen of het opnieuw gaat doen. Maar jij geeft het weg. Je bureau is leeggemaakt en je maakt ruimte voor een ander. Maar diegene die wil geen verantwoordelijkheid nemen. Geef diegene maar een kans. Het komt omdat jij nog meekijkt. Het kan ook vice versa zijn, hè? En het kan ook iemand in je energie zijn die dit meemaakt. Misschien een broer in de familie die in zaken zit, een kantoor heeft. Diegene die is die kijkt, hoe zal ik het zeggen? Diegene neemt de verantwoordelijkheid niet omdat hij of zij weet dat jij zelf nog niet de afstand hebt gedaan. En zolang je meekijkt, kan deze persoon nog achterover hangen. Laat het los. Gooi diegene maar voor de leeuwen. Wauw. We gaan naar de kreeft. Hallo kreeft. Deze kaart heb ik nodig voor jou. Deze kaart. En ik wil deze. Die kan zich ook niet verstoppen onder die stapel. Deze. En ik wil deze kaart. En ik wil uit deze kaarten, wil ik deze twee tea leaves. Ik ben heel benieuwd. Cracked cup. Je bent een beetje ontevreden over je leven op dit moment. Maar er komen veranderingen aan. De maan. De maan. Kijk maar eens uit je raam 's avonds naar de maan. En zeg gewoon hallo maan. Dan ga je daarmee naar bed. Je bent niet echt tevreden. Ik ga kijken wat er ligt. Dit heeft ook te maken met teruggaan naar jezelf. Ik heb het gevoel dat er hier een kreeft is die te veel naar buiten neigt, naar buiten reikt om daar te vinden wat hij nodig heeft, man of vrouw.
Ga terug naar jezelf. Daar word je gelukkiger van, want je ebt weg. Het lijkt wel alsof je even niet meer weet wat er bij jou past, omdat je het maakt naar, op basis van wat er bij anderen past. Oeh, er is hier ontrouw. Er is hier sprake van ontrouw. En weet je, Kreeft, voor mij is het heel duidelijk in deze kaarten dat je niet trouw bent aan jezelf. Je ebt weg. Je vertrouwt op andermans gevoel. Je past je aan. Je schippert. En eigenlijk maakt dat jou helemaal niet tevreden. Want je voelt ook wel heel duidelijk dat je het van anderen laat afhangen. Ga terug naar huis, naar jezelf. En wees voorzichtig, want straks weet je niet meer wie je bent. Wees voorzichtig, maar het heeft ook te maken met pas op waar je met je auto rijdt. Pas op dat je geen brokken maakt. En pas ook op dat je jezelf niet gek maakt in je onvrede. Het komt goed, het komt goed. Wees trouw aan jezelf. Dan gaan we naar de laatste twee. De boogschutter. Hallo boogschutter. Ik wil deze kaart. En ik wil deze kaart voor de boogschutter. En ik wil deze. Gezegend. Je bent een gezegend mens. Je bent een gezegend mens. Bird flying. Er komt nieuws naar je toe. En dan voel je je nog meer een gezegend mens. Je krijgt een boodschap, lieve boogschutter. Ik weet niet of je op de boodschap zit te wachten of dat het een onverwachte boodschap is. We gaan kijken. Je hebt last van ballast op je schouders. Dit heeft te maken met een boodschap die naar je toe komt. Ik denk dat je dan onmiddellijk verlost bent van die kilo schouders. Van die kilo's op je schouders. Ja, of het nou een negatief of een positief nieuws is. In ieder geval komt er nieuws. En dat betekent dat er duidelijkheid komt. Duidelijkheid geeft jou zekerheid. En dan kun je het gaan verwerken. Of je kunt het een plek gaan geven. Of je kunt een gat in de lucht gaan springen. Ik weet niet wat het is. Ik denk dat het positief is. Ja, en ook al is het sowieso nu een last voor je. Je bent een gezegend mens. Dus daarom denk ik dat het iets... Ja, hoe zal ik het zeggen? Je bent sowieso een gezegend mens. Maar het niet weten is ook ballast op je schouders. Dus wat er ook uitkomt, je bent al blij met het antwoord. En ik weet niet of je weet waar dit over gaat. Ik denk het wel, want het houdt je bezig. Het lijkt ook wel een blok aan je been. Ik weet het niet. Je kunt geen andere plannen maken zolang je dat nieuws niet hebt gekregen. Misschien is het een uitslag van een ziekenhuisonderzoek. De zomer. Je verheugt je op de zomer. Ja, je verheugt je op de zomer. Het kan ook heel goed zijn dat je bezig bent met een huis in een warm land. Dat je eigenlijk wil dat je naar de warmte kan. Het kan van alles zijn, maar je bent een gezegend mens. Ik denk dat het te maken heeft met een uitslag van een onderzoek. Of het is een uitslag van misschien wel een tweede huis. Er is iets met de zomer. Je verlangt naar de zomer. Van nou, als het nu maar voorbij is. Bijzonder. Waar is het andere kaartje gebleven? Hier. Nest. Het kan te maken hebben ook met het lege nestsyndroom. Daar kan het ook mee te maken hebben dat je in afwachting bent van nieuws van een kind. Dat misschien verderop zit of waar je in de zomer naartoe gaat. Kan het zijn dat kind in het buitenland woont of dat jij in het buitenland woont? Je maakt je zorgen en het heeft te maken met dat lege nest. Je bent meer met kinderen bezig. En het kan ook gaan als je geen kinderen hebt. Hè? Het kan ook gaan om zussen en broers. Het heeft te maken met het alleengevoel. Misschien zitten er meer mensen in het buitenland. Je verheugt je op de zomer. Ik denk dat dat ook is. Kijk wat resoneert. Er zijn meerdere storylines. Ik ga gauw naar de laatste.
De waterman. Hallo waterman. Wat is er voor jou? Ik moet aan deze kant zijn. En ik moet ook hier zijn. Ik moet twee kaarten hebben voor jou. En ik wil naar de wijsheid van het orakel. Dat moet deze zijn. Ik ben heel benieuwd. Blij en gelukkig. Ben je 62? Misschien 26? Deze is het. Ja. Persevere and you will overcome problems. Ja, je mag krachtig zijn voor jezelf. Doorzetten en krachtig zijn. Want je hebt wat problemen te overwinnen. Maar daar moet je wel wat voor doen. Oh, sorry. Die had ik al getrokken. Ik moet nog een tea leaf. Dat was het. Bridge. Ja, je hebt met problemen te maken. Het is ongelooflijk. Twee kaarten met problemen, maar je gaat ze overwinnen. Alleen je moet er wel wat voor doen, waterman. Je moet er wel wat voor doen. Het is niet zo dat er 's nachts iets gebeurt waardoor het opeens is opgelost. Nee, het heeft wel te maken met eraan werken. En dat kan zijn gesprekken voeren. Het kan zijn dat je een situatie onder controle moet krijgen. En daar word je weer blij en gelukkig van. Maar je wil het liefst er helemaal niks voor hoeven doen. En dat gaat niet. De winter waar we nu in zitten. Er is kou in de lucht. En er komt een boodschap naar je toe die je niet wil horen. Dit heeft te maken met een van die problemen die je hebt te overwinnen. Ja, het heeft wel te maken. Deze lag nog open, denk ik. Ja, die lag nog open van de boogschutter. Je bent een blij en gelukkig mens. Maar dat heeft ook te maken met dat je een beetje de boel onder de pet houdt voor jezelf. En een beetje ontkent dat je nog wat dingen hebt op te ruimen. In de zin van problemen aan te pakken. Er komt een boodschap die je niet wil horen. En dit kan te maken hebben met dat je te laat bent met een inschrijving of met een betaling. En dat het eigenlijk heeft deze boodschap te maken met een nalatigheid van jou in je laconiekheid. Of misschien een beetje lui. Of te makkelijk denkend van ach, het wordt wel opgelost. Nou, lieve tekens. Oeh. Dit was een hele mooie reading, vond ik. Leuke boodschappen, mooie boodschappen en in een andere vorm. Ik zou het erg leuk vinden als jullie op de like-button drukken om te laten weten of je dit leuk vindt. Want ik ben ook een beetje aan het kijken van nou, hè, wat willen jullie het liefste? Welke soort reading wil je hebben? En dan kan ik daar ook een beetje de balans in opmaken. Succes!